Ja, dan kunt voor nu beginnen met de normale, welbekende kinderzittingnummers. Dus hoe begint het met? Het eerste nummer heet Help, mijn partner heeft een hobby. Okay. Ik denk dat allemaal het programma Help, mijn man heeft een hobby wel kent. Nou, dit is eigenlijk een beetje, ja, misschien wel zichter aan jou wil vertellen. Ja, en Help, mijn man heeft een hobby. Is iets, een man met een iets te enthousiast over zijn hobby. En verder hebben we dat door Noorbeekse sfeer hem gezet. Ja. Dus we zullen wel zien. Ja, laat ik verrassen. Mijn partner heeft een hobby. Vandaag gaan we kijken bij de persoon uit Noorwijk. Weet wat een hele bijzondere hobby. Mijn naam is Henny Hutsmakers, oftewel de baron van Katterhout Kutersteenweg. In Noorwijk heb ze veel verschillende soorten mannen. Zo heb ze blije mannen, verdrietige mannen, zwakke mannen, maar ook sterke mannen. Wat past er nou beter bij sterke mannen dan sterk water? Jarenlang heeft het geduurd om de goede formule te vinden. Maar na veel proeven, ruiken en uitspuien is het dan eindelijk gelukt en belooft het een gat in de markt te worden. Een van deze sterke mannen is Sander Gubbels. Sander kunnen we beschrijven als een van de meest actieve leden in het dorp Stokerie. Zijn man Peppy vroeg eens om rood, om Sandertje van die stokerieverslaving af te helpen. Natuurlijk wil voor Hibi helpen. Ja. Zien ze het stoken van grappen als het gaat in de maart? Nou, dat wil ik eens vertellen. Het begroet allemaal om de zaterdag bij zonsondergang in de spookzorg tuin, namelijk hun Maargeldoom. Na het eerste glasje grappen was zonder indruk. Nooit wist ik dat grap mij zo'n fijn en warm gevoel van binnenkoes geven. Die man Bappy vindt dat ze veel te veel bezig is met het slepen en sjouwen van uitgeperste droeven. Dan nog netjes spreken over het lange proeven van het eind. Hey, hallo, het proeven is wel belangrijk zo'n van proces. Wil ze ook een glaasje? Nee, dankje Sander. Ik blijf professioneel. Maar Sander, die man verdient toch ook af en toe het knoevelen? Knoevelen met de man? Ja, Sander. Die man verdient toch ook af en toe wat tijd? Ze heeft zich toch opgevoed en kennis meegebracht? Kennis? Nee. Mijn enige kennis is de ervaren nestor Peter Markensberg. Die heeft me geleerd hoe ze vrouw op een ambachtelijke manier destilleert. Dus je wil zeggen dat de liefde voor de drank groter is dan de liefde voor de man? Nu hoeft er genoeg van.
Mijn enige liefde is de grappen. Voor een deur naar de volgende kandidaat. Hij heeft een grote liefde voor dieren en niet zomaar dieren. Deze mansliefde gaat goed naar doeven. Vooral natuurlijk over zoontjes, aka de doevenvloestraar. Zo, men heeft me verteld dat ze kunnen communiceren met doeven. Klopt dat? Jazeker ken ik dat. Het is niet zo makkelijk als iedereen denkt. Het vergt jarenlange trainen en ervaring om dit te kunnen doen. Zo moet ze weten welk soort doof het is. De hoe doen we zijn het makkelijkst. Hoe, hoe, hoe. De hoe doen we hebben ik meer aandacht nodig. Hoe. En de laatste doeven zijn toch wel de Chinese doeven. Groephoek. Wat vertellen die doeven dan eigenlijk? Nou, dat is toch soms wel heftig. Mijn doeven vliegen natuurlijk over Norwegen en omstreken en zitten dus alles wat er in het dorp gebeurt. Zo wijs ik als eerste tot de den van Norwegen. Langer is het Esse van Meer en rechter is Esse van Banat. Dat zou in mijn leven liefde zo lang zijn. Sorry jongens, ik ben mijn grappen vergeten. Goed, hoe over? Wie bent aan alle doevenkennis gekomen, John? Deze kennis heb ik zelf opgedaan. Zoals ik al zei, het vergt jarenlange trainen en ervaring om dit te kunnen doen. Ik vind het dan ook wel jammer dat mijn drie dochters hier niet zoveel voor vullen. Dus, ik ben bang dat mijn kennis verloren gaat. Gelukkig heb ik een schoenzoon, hoe je altijd hier mijn passende kennis aan wil overdragen. En wie zijn er met die andere duifje? Gerion. Gerion kent mijn passie niet te waarderen als ik het zelf doe, maar ze wil me gelukkig wel helpen als de doeven terugkomen van een vlucht. Samen loodsen we ze dan naar binnen. Dus eens, tot ze die helpt. Wie doet ze dat dan? Ik zal mijn duifje even bijholen. Gerion, wie is er achter gekomen dat die tortelduifje ondergeleefd zijn voor andere doeven? Ik heb wel zo'n onderboek gevuld. Zo ging de laatste tijd vaak s'avonds weg. Als hij dan terugkeemt, zit hij onder de donsveren en roken raar. Ik bleef me maar vragen hoe hij al die ormen er naartoe ging, maar uiteindelijk heeft hij me dan toch verteld dat hij al die ormen de Bettines doorbracht. Ik ben hem eens gevolgd en toen betrapte ik hem op een intiem moment. Gelukkig wordt niet met een persoon, maar wordt met één van zijn doeven. Het kwam haar aan en ik moest er zeker even aan wennen om jou te delen met andere doeven. Zo, heb je nog aan toe te voegen? Jazeker. Wat is de overeenkomst tussen de bijen en de woestijn? Nou? Cactussen. Oké, bedankt voor je komst. Een deur naar zijn volgende kandidaat. Aan de ene kant was hij strikt aan de regels en zwaait er al snel met rode kaarten. En aan de andere kant is hij zeer gepassioneerd voor verschillende soorten dansstijlen. Vooral natuurlijk over Patrick de Bie, aka PDB.
zichzelf nu het beste omschrijven? Ik omschrijf mezelf het liefst als een overelke zak tikkels. Help me niet, als ik al voetbalveld sta, mijn fluitje stevig in mijn hang. Ik hou niet van onrecht. Alle regels moeten streng worden gehandhaafd. Als ik fluit, ben ik de baas. En dat laat ik merken. Ik heb echter ook een zachte kant. Als ik mijn dochter zie bij de dansmarietjes, smelt mijn hart. Ik koest toch niet laten om voorzitter te worden. Die vrouw Jolanda heeft ze bijgehouden, omdat ze vindt dat de leden van het Noorwegs verenigingsleven toch wel erg ver gaat. Met verder toe te lichten hebben we ook gebiegeld. Jolanda, waarom zit er voor u? Ik ben het altijd mee in mijn link te zetten op de zondag. Als mijn man weer op het voetbalveld staat te fluiten. En als ik wel niet op zijn eigen fluit is, dan is het wel naar de scheidsrechter. Die op dat moment weer in het veld staat. Ook ben ik er toch wel stiekem jaloers op dat Patrick altijd bij de dansmarietjes is. Daarom wil ik toch vaker een oogje in het zeil houden. Patrick, welkom te liefde voor de dans vandaan. Vroeger wil ik altijd al bij de dansmarietjes. Heren leken mij om in een tutu de schoenste dansjes te doen. Mijn man vond het echter niets voor mij, dus bleef het bij het vele oefenen op mijn kamer. Op een dag ontdekte ik de manier om beide passies te combineren. Ik kwam erachter dat als ik als scheidsrechter bij overtredingen de schoenste dansjes kan doen. Patrick, maar ziet ze nu echt geen toekomst in? Nee, vooral niet in Norbeek. Zelfs kreeg ik soms genoeg van mijn hobby's. Hé? Daarom ben ik ook in Norbeek scheidsrechter geworden. Ik wil even helemaal niks meer met voetbal te maken hebben en mij puur richten op de dans. Wie bedoelt ze? Nou kijk, de kans dat der kampioen werden is nog kleiner dan als Sander met Beppie gaat knovelen. Oké, bedankt voor je komst. Oké, we gaan deur naar de volgende en laatste alweer. Hoe de meeste jullie naartoe gaat om te relaxen, gaat hij naartoe. Naar verloren schatten. Vrouwen natuurlijk over haar commandant Chapal Weijer. Ik heb het gevonden! Ik heb het gevonden! Ik heb het gevonden! Chapal jong, wat heb je gevonden? Dat zal ik eens vertellen. Toen Martin Groding keizer van de Schutterie werd, heeft hij zichzelf een echte keizersjas gekocht. Volgens hemzelf is deze in zijn vele keizersjaren toch wel gaat gekrompen. In 2004 gebeurde het. De jas was nu zo wit gekrompen dat er een knoop vanaf sprong. Deze knoop ben ik al jaren aan het zoeken, maar nu heb ik hem. Nu weet ik de mensen zeker dat ik me echt in nu de jaren een commandant mag nemen. Wat toevallig dat ze hem nu net vingst. Ik baat nu een kwamheid is op bijgehold, omdat er vindt dat het toch wel erg ver gaat in die zoektocht naar verloren schatten. Applaus voor de partner in crime. Frank, wat vind je er hiervan? Tuurlijk moest ik het voor de keizer over hebben. Hij hoort nu toch wel bij de historie van Noorbeek. Maar ook dit moet voor een ere houden. Want wat mij echter nu te wied is gegaan, is dat het niet bij de knoop is gebleven. Want zo was ons project van vorig jaar bijvoorbeeld. Ik vind er niks aan. Ik lach maar een beetje met. Frank, wat zei ze nu?
Het is toch bijzonder wat vrouwen hebben gevonden. Lids van vanzelf Veersbrood van Streethagen. Dit duurt toch wel echt tot de historie van Noorwegen. Ja, misschien heb je gelijk, maar toch. Ik zoek wel een andere partner. Mijn volgende optie is deze veteraan. En als dat niet gaat werken, heb ik nog altijd deze man een opleiding. Hij heeft sinds korte tijd T-Sconnect en de achterhoek van de kerk en zelfs het hoes van Barry Ritsen. Zo'n plan is niet te stoppen met die hobby. Met deze woorden zijn vrouw weer tot het eind gekomen van dit programma. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Kom maar, ga naar voren. Leuk gedaan, jongens. Voor hebben we onze Sander Gebel, zeg ik. Hij is wel misschien erg veel gedronken, hè? Wat is zijn naam? Tim Offerman. Mooi, een applaus voor Tim Offerman. En wat is die naam? Sophie Pasmans. Een applaus voor Sophie Pasmans. Andy, hoe is hij? Philippe Rompelbarek. Applaus voor Philippe Rompelbarek. En dingenaam? Ilse Huntjes. Een applaus voor Ilse Huntjes. Andy, hoe is hij? Guy Rompelbarek. Een applaus voor Guy Rompelbarek. En nog Patrick Tibi, wat is dingenaam? Ben Dolkenmade. Een applaus voor Ben Dolkenmade. Andy, kom eens, ga naar weer. Best niet te zien. Hoe heet zich? David Pasmans. Applaus voor David Pasmans. En wij hadden dat geleerd en wij mochten dat volgen. David. Lindsay, Groen, Floris en Camille. Applaus voor Lindsay Duzings, Roel Elissen, Camille Mertens en Floris Beijers.